Justitie heeft in hoger beroep in de geruchtmakende HIV-zaak 12, 7 en 4 jaar cel geëist. De drie verdachten worden ervan verdacht op seksfeesten homoseksuele mannen te hebben gedrogeerd en opzettelijk te hebben geïnjecteerd met besmet bloed. In een eerste rechtszaak waren de verdachten veroordeeld tot respectievelijk 9, 5 en 1,5 jaar. Justitie had beroep aangetekend omdat zij de straffen te laag vond. In september komen de advocaten van de verdachten pas aan het woord en daarna volgt de uitspraak. De gemeente gaat ondernemers helpen bij het aanvragen van steun. Om de bedrijven door de recessie te helpen, heeft de gemeente een brochure samengesteld met daarin een overzicht van subsidiemogelijkheden. De recessie die gaat echt niet met een boogje om Groningen heen. Dat wordt steeds meer zichtbaar in allerlei sectoren. Sectoren als de bouw. Uh, ook industriële bedrijven, maar ook in de zakelijke dienstverlening. En dat is dan ook de reden dat we gezegd hebben: we moeten op korte termijn een aantal maatregelen nemen. die wellicht die ene ondernemer een, uh, een duwtje in de rug kunnen geven. Ook probeert de gemeente de gevolgen van de crisis te verzachten. door investeringen naar voren te halen en facturen sneller te betalen. De verkoop van woningen in het Blauwe Dorp loopt boven verwachting. Rond augustus start de aannemer met de renovatie van de eerste huizen in de karakteristieke buurt. In de eerste fase zijn de 17 zogenoemde randwoningen te koop aangeboden en deze zijn nu bijna allemaal verkocht. Door het succes van de eerste fase is besloten om de tweede fase eerder te beginnen. Op 19 juni wordt gestart met de verkoop van de woningen.